In deze video gaan we kijken naar de Modula Polaire Steel loopvlak sneeuwkettingen. De Steel Grip sneeuwkettingen van Modula zijn loopvlak sneeuwkettingen. En loopvlak sneeuwkettingen zijn kettingen die alleen maar op het loopvlak van de band komen. Bij heel veel bandenmaten, bij verschillende autofabrikanten, is het op dit moment namelijk niet meer toegestaan om de conventionele sneeuwkettingen toe te passen. Conventionele sneeuwkettingen die komen namelijk ook aan de achterzijde van het wiel. En daar is steeds minder ruimte. En zou je daar wel een sneeuwketting monteren, heb je kans dat er schade ontstaat aan componenten die aan de achterzijde van het wiel zitten. Dus controleer altijd heel goed de gebruiksaanwijzing van uw auto. Kijk onder het kopje sneeuwkettingen. En controleer goed wat daar voorgeschreven is met betrekking tot maximale schakeldikte en of er überhaupt wel een sneeuwketting is toegestaan op de bandenmaat die op uw auto zit. Valt u daar buiten, betekent dat dus dat u geen normale sneeuwketting mag gebruiken, dan mag u altijd wel een loopvlak sneeuwketting gebruiken. Nou, loopvlak sneeuwkettingen zoals deze van Modula zijn daardoor dus zeer interessante opties. En ik wil u nu eens laten zien hoe we deze loopvlak sneeuwketting van Modula monteren op de auto. En dan gaan we nu eens kijken hoe we deze Modula Polaire Grip Steel loopvlak sneeuwketting kunnen monteren op de band. Tip, op het moment dat je straks natuurlijk in de sneeuw aan de kant van de weg zit en je moet de sneeuwketting monteren, pak altijd eventjes de automat uit de auto, die onder de knieën, dan heb je in elk geval geen vieze of natte knieën. Het monteren van deze sneeuwketting gaat als volgt. Eerst moeten we een adapter op een van de wielbouten aanbrengen. Die adapter die zit eigenlijk al aan de ketting vast. Die kunnen we losmaken. Door middel van het indrukken van het lipje aan de bovenzijde van het zwarte gedeelte. De adapter komt dan los. En die moet dan met een inbussleutel worden vastgedraaid. Dat kan met een meegeleverde inbussleutel of met de inbussleutel die ook aan dit zwarte gedeelte vast zit. Nou, ik gebruik eventjes de losse meegeleverde sleutel. Deze adapter moet even voor een van de wielbouten geschoven worden. En let erop dat u dat niet over de slotbout doet, want die heeft een andere vorm of die zit vaak los. Nou, dat is in dit geval bij deze velgen. Deze, dus die gebruik ik niet. Elke andere kan ik gewoon gebruiken en ik schuif gewoon die adapter over de kop van de bout heen en vervolgens met de inbussleutel draai ik deze vast. De zes vingers die zeg maar om die wielbout heen grijpen, die zorgen ervoor dat die nu extra stevig en lekker vast aan de kop van de wielbout zit. En op het moment dat die vast zit, kunnen we beginnen met het monteren van de ketting op de band. We gaan nu de ketting om de band leggen. Belangrijk is daarbij de positie van de ketting. Zo monteren is niet correct. Dus op het moment dat een van deze rode vlakken aan de bovenzijde zit, zijn we niet goed bezig. Het is belangrijk om 45 graden te draaien, zodat onder geen spanner zit. En op dat moment leg ik eigenlijk, om te beginnen, de ketting aan de bovenzijde over de band heen. Zorg daarbij dat die rode vlakken gewoon goed op het loopvlak zitten. Werk dan naar beneden toe en schuif zo ver als mogelijk die rode lippen op het loopvlak van de band. Zo, deze methode. Als je er goed ver omheen zit. Dan gaan we naar de volgende stap. Op het moment dat dus de ketting al voor een groot gedeelte om het wiel is gelegd en de adapter vast zit, is het tijd om de ketting aan de adapter vast te maken. Daarvoor moet deze hendel in de lospositie staan. Dat kun je even controleren door hem een paar keer in de weer te bewegen. En hij moet staan in de positie dat ik het meeste, langste eind touw heb wat naar het zwarte gedeelte toe gaat. Dat zwarte gedeelte, dat moet zo op de adapter geschoven worden dat het balletje zeg maar aan de kant van het wiel komt. Zoals ik hier in mijn handen heb. Dat zwarte gedeelte moet dus nu weer over de adapter geschoven worden. Maar dat moeten we er zo omheen schuiven dat uiteindelijk het touwtje gelijk komt met het hart van het wiel. Dus niet op deze methode, niet nog hoger, maar zo ver mogelijk of zo dicht mogelijk bij het hart van het wiel. Zo op deze methode. Dan druk ik het lipje weer in en schuif ik het zwarte gedeelte tot hij vast zit over de adapter. Met het hart van het wiel als uitgangspunt voor het gat waar het draadje doorheen komt. Om nu de ketting op te spannen aan de adapter, dus om dit touwtje op spanning te zetten, moeten we het volgende doen. De hendel die hier zit, die bewegen we omhoog, naar ons toe eigenlijk, naar de buitenkant toe. En die moet onder een hoek van 45 graden eigenlijk op spanning beginnen te komen. Ja. Nou, is dat niet het geval, komt die eerder op spanning of later op spanning, kan ik door middel van deze stelbout het touwtje langer of korter maken. Zodanig dat uiteindelijk deze hendel onder een hoek van 45 graden op spanning komt. Nou, op het moment dat die op spanning komt, duw ik het zwarte gedeelte richting de velg, bedien de hendel
dat hij mooi overeen springt, klik en vast zit. Nou, op dit moment heb ik eigenlijk de ketting op spanning gebracht. En wat ik nu moet doen, is deze wiel een halve slag verdraaien en dan wat nu onder zit aan de bovenzijde op de band duwen. Wanneer we de auto dusdanig vooruit gereden hebben dat de onderzijde nu boven zit, kunnen we als laatste ook dit gedeelte van de ketting op het loopvlak duwen. Zo. Ook deze spanners mooi aanleggen tegen de wang van de band. Even controleren dat het touwtje nog steeds op spanning staat. Maar alles ziet er goed uit. En je bent klaar om te rijden.